Dit is Trudo FM. Trudo FM. The Backstreet Boys en I Want It That Way hier op Trudo FM. En ondertussen is Joris een stuk knapper geworden, of is dat de gast die erbij zit, Joris? Wel, Tim, ik denk toch dat het de gast is. Een van de finalisten van de Miss Limburg Internationaal verkiezing is vandaag onze studiogasten. Welkom bij Trudo FM. Aline Michiels. Goedenavond. Dag Aline. Stel jezelf eens even kort voor. Dus ik ben Aline Michiels. Ik ben afkomstig uit Riemst. En ik word 19 jaar de 28e februari. Deze maand? Ja. Ik studeer gezondheid en welzijnswetenschappen in Tongeren. Nadien wil ik mijn studies verder zetten als onderwijs, werken in het onderwijs. Ja. Ja, en doe je het graag, de studie? Ja, dat wel. Gezondheid is natuurlijk ook belangrijk als je deelneemt aan een verkiezing. Wat doe je in je vrije tijd? Heb je hobby's? Ja, eigenlijk in mijn vrije tijd ga ik graag uit met mijn vrienden. En mijn hobby is eigenlijk modelwerk of fotoshoots doen. En ik ga graag joggen en ik doe vaak buikspieroefeningen. Zodat ik eigenlijk mij goed voel in mijn vel. En dat is eigenlijk belangrijk, vind ik. Ja, en die buikspieroefeningen, heb je dat ergens geleerd of doe je dat puur op jezelf? Nee, op mezelf. Wel, leuk. Moet je me misschien straks ook eens voordoen. Ik denk dat ik het ook wel kan gebruiken. Wat vind je eigenlijk de mooiste eigenschap van jezelf? Ik vind de mooiste eigenschap dat ik eigenlijk behulpzaam ben tegenover de anderen. En dat ik eigenlijk iemand niet zomaar laat vallen. Ja, ja, je bent iemand die wel, die er wel is voor andere mensen. Ja. En hoe belangrijk is het uiterlijk voor jou? Je bent een heel mooi meisje. Natuurlijk, anders doe je niet mee aan die verkiezingen. Maar ik denk dan, ja, ben je extreem veel met je uiterlijk bezig? Ik vind het belangrijk om goed uit te zien. Maar het belangrijkste is eigenlijk wat in je zit. Bijvoorbeeld dat je vriendelijk bent tegenover de anderen. Behulpzaam. En dat je ook wel zelfvertrouwen hebt. En ja, dat is het eigenlijk. Ga je soms buiten zonder dat je gemaquilleerd bent? Heel soms, maar dat gebeurt niet vaak. Ja, het hoort wel een beetje bij natuurlijk. Ja. Je hebt je ingeschreven voor de Miss Limburg Internationaal verkiezing. Daar gaan we het even over hebben. Waarom heb je precies voor deze verkiezing gekozen? Dat ging eigenlijk... Dat was inbegrepen in de modellenopleiding waar ik 3 jaar geleden ermee gestart. En je mag kiezen of je er mee doet of niet. En ja, ik heb er gekozen om mee te doen, om meer en meer ervaring te mogen doen. Ja, je zei net modellenopleiding. Welke modellenopleiding is dat precies? Ja, dat is eigenlijk de modellenopleiding van Jocelyn Panis. En daar ben ik geraakt dankzij Ronnie Ruffa, de fotograaf. Omdat ik eigenlijk een accident had en ik had eigenlijk een ander hobby. En toen besloot ik om model of modelwerk te doen. En de verkiezingen waren inbegrepen. Die van Miss Limburg Internationaal en Miss Mannequin. Waarvan ik die twee ook 2 keer gedaan heb. En vorig jaar ben ik Miss Sympathie Limburg geworden en Miss Fotogenie Mannequin. Ja, je hebt al heel wat lintjes thuis hangen dan. Dat wel. En ik heb ook meegedaan aan Miss Fruit Belgium. Ja, daarvoor was je ook hier bij ons in de studio. Ja. Wat hoop je nu eigenlijk precies te bereiken bij deze verkiezing? Als ik zou winnen, zou ik eigenlijk de anderen willen leren dat ze hun dromen moeten naleven en dat ze zichzelf moeten blijven en ja, dat ze ook zelfvertrouwen kunnen opbouwen, zoals ik eigenlijk. Ja, heb je dat geleerd door de andere verkiezingen waar je aan deelgenomen hebt? Ja, dat wel. En welke troeven ga je uitspelen? Want we hoorden het vorige week al van je collega Lisbeth Gelders. Jullie zijn met 30 meisjes, heel wat. Ja. Je gaat er op een of andere manier moeten uitspringen. Hoe ga je dat doen? Welke troeven ga jij... Gewoon altijd glimlachen om mijn vriendelijkheid uit te stralen. Mij amuseren en... gewoon ervoor gaan en mezelf zijn. Ja, bij zo'n verkiezing komt natuurlijk heel veel stress kijken. Je zegt me amuseren. Kan je dat nog in zo'n stresssituatie ervan genieten? Ervoor stress je een beetje. En op het podium kom je helemaal los. En dan heb ik geen stress meer. Ja, is het podium jou thuis? Ja, eigenlijk wel. Je voelt je er op je gemak? Ja, en meestal om te showen. Dat vind ik heel leuk. Ja, je hebt al heel wat verkiezingen met modellenwerk, al heel wat ervaring met modellenwerk, met verkiezingen. Je hebt er net een aantal opgenoemd. Ja, wat heb je daar eigenlijk uit geleerd, als je een samenvatting mag maken?
Heel veel om zelfvertrouwen te krijgen. En ook om te leren showen, om te leren defileren. En om een zekere prestatie te hebben. Ja, dat is natuurlijk wel nodig. En wie leert jou dat precies? Jocelyn Panis. Ja, dat is de grote dame van de misverkiezing. Ze leert het jou zelf of heeft ze mensen in dienst die ze leert het onszelf en ze heeft ook nog een assistent erbij. Ja. Ja. En allemaal leuk om te doen? Ja, heel leuk. Ja, jij hebt eigenlijk ervaring met de twee, met het en modellenwerk en het missenwerk. Wat is eigenlijk het grote verschil? Probeer me dat eens even uit te leggen. Model is eigenlijk meer kleren showen en laten zien aan de mensen wat voor mode is dit jaar. En miss is eigenlijk op zichzelf en wat zij kan. En Ja, het model is meer het show, ja. Zeg je. Mode, volg je zelf die mode? Ben je iemand die de modeboekjes uitpluist en probeer echt bij te zijn bij die mode, de nieuwe mode? Niet echt erbij te zijn, maar ik probeer wel om deftig eruit te zien. En ik vind nog het belangrijkste dat ik ook in mijn kleren goed voel. Ja. Ja. En kleren, moeten die duur zijn of kan het ook wel iets minder duur zijn? Dat maakt niet uit. Nee, je draagt vooral waar je je goed in voelt. Ja. De finale, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is niet meer zo lang. Wanneer is het precies, de finale van de verkiezing? De 6 maart om 19 uur. 19 uur. En waar is het precies? In de Versus. In de Versus. In Hasselt. Ga je daar soms ook uit? Is dat een plaats waar we jou wel kunnen vinden in het weekend? Ja, meestal in de vakantie op een donderdag. Ja, ja, ik blijf het een gekke dag vinden om uit te gaan op donderdag. Ja. Maar dat is het studentenleven, dat is iets anders natuurlijk. We gaan het even verder hebben over de show. Uit welke delen bestaat die show precies? De show bestaat uit 4 delen. De vrije tijdskledij, de badmode en ook de choreografie dankzij Marvin, onze choreograaf, en de gala-ronde. Ja, ik hoor net choreografie, dansjes denk ik dan. Ja. Hoe ben jij daarmee vertrouwd? Ja, ik denk wel dat ik kan dansen. Allee, ik heb ook 11 jaar ballet gedaan en dat kan mij ook wel helpen daarmee. Ja, en dansen, zijn dat dan specifieke dansen die je dan wel onder de knie hebt? Ik ga gewoon mijn eigen, gewoon ook hedendaags, denk ik. Ik zou eigenlijk niet weten wat we zullen doen eigenlijk op de verkiezing. Ja, je kan die ervaring met dat ballet ook wel gebruiken op de verkiezing. Ja, en welk onderdeel van de verkiezing van de show is voor jou het allerbelangrijkste en waarom? De lingerie of bikini-ronde en de gala, vind ik. De bikini, omdat het eigenlijk een soort van Victoria's Secret show is en daar kun je heel goed beleven. En ik denk ook dat de jury daar ook heel veel naar gaat kijken. En de gala-ronde om je elegantie te tonen. Ja, ik heb al heel wat missen geïnterviewd in al die jaren. En de meesten hebben toch wel een beetje bang voor dat bikini-defilé, jij niet? Nee. Ik vind het heel normaal. En ik denk wel dat iedereen zo bijvoorbeeld op de strand gaat lopen in een bikini. En het is niet omdat het op een podium is dat je niet in een bikini kan rondlopen. Ik vind het als model ook heel normaal om sommige dingen of sommige bikini of lingerie te showen. Maar het moet wel deftig blijven. Ja, je bent het gewoon. Ja. En als je nu zelf in de organisatie zou zitten en ik zou je vragen van wat zou je nog toevoegen aan de finale? Wat mis je een beetje in heel het gebeuren? Wat zou je dan kiezen? Ik denk dat ik de mensen mee zou betrekken in het kiezen van de miss. Ook mee laten stemmen. Ja, jij zou de mensen laten stemmen. En zou je dan zelf heel veel fans meebrengen die dan voor jou kunnen stemmen? Dat waarschijnlijk wel. Ja, dat is de bedoeling natuurlijk ook. Ja, je hebt al heel wat ervaring in de missenwereld. Ik zei het net ook al. Is er zo iemand waarvan je zegt van kijk, daar kijk ik echt naar op. Dat is mijn grote voorbeeld? Ik heb persoonlijk geen grote voorbeeld. Maar ik denk dat je elk voorbeeld kan volgen van elk model. Want ieder model heeft ook heel veel ervaring gehad in hun leven en dat is ook heel belangrijk. Ja, er zijn soms modellen die uithongeren om toch maar mee te zijn in de trends. Wat vind je daarvan? Ik vind dat eigenlijk niet zo goed. En ook bijvoorbeeld de reclamespotjes en waar ze allemaal photoshops doen. Ik denk niet dat het heel goed is voor de gezondheid van de mensen. En ik denk dat de meisjes zich daaraan spiegelen
En dat is eigenlijk geen echte beeld van de mens eigenlijk. Je bent zoals je bent en geen Photoshop. Misschien even een oproep aan onze fotograaf Ricky Bloem, maar ik denk niet dat hij dat doet. Je bent nu 19 jaar, Aline. Waar hoop je over 5 jaar te staan als je 25 bent? Ik hoop om afgestudeerd te zijn vooral eerst. En om een goede job te hebben. En de rest zal wel komen. Zien we jou ergens in de boekjes staan? Ik hoop het wel, maar ik hoop wel dat ik meer modeshow kan meedoen of fotoshoots, dat wel. Je wil echt wel verder gaan in de modellenwereld. Ja, dat wel. En ook mijn job. Ja. Als je een keuze zou moeten maken binnen een aantal jaar tussen de job, het onderwijs waarvoor je wil gaan, of een fulltime modellenopleiding, moeilijke keuze? Ik denk toch wel mijn job. En bijvoorbeeld modellenwerk zal toch nog een hobby blijven. Ja, ik zie net dat Tim mij laat weten dat Ricky alleen Photoshop doet bij mijn foto's. Dankjewel, Tim, voor deze mededeling. Maar ook van die missen een grote voorbeeld. Ik bewonder heel veel Luana Randazzo, omdat ze ons heel veel steunt. En ze weet wat ze wilt. En dat vind ik ook heel leuk aan haar. En welke titel heeft zij precies behaald? De Miss Limburg Internationaal 2015. Zij is jouw voorbeeld voorlopig van vorig jaar? Ja. Heb je al wat contact met haar gehad persoonlijk? Ja, dat wel. Dus misschien sta jij daar volgend jaar als winnares. Laten we ons hopen. Vertel nog eens even de finale. Waar en wanneer kunnen we jou zien? De 6 maart om 19 uur in de Versus. En wat is de formule van de kaartenverkoop? U kunt altijd mij bereiken op Facebook, Aline Michiels. En je moet gewoon de kaarten vragen, hoeveel. En het kost €20. En aanvaardt iedereen op Facebook? Dat weet ik niet. Maar ze doen wat ze willen. En als ze mij willen steunen, steunen ze mij. En als ze het niet willen, dat is nog een eigen keuze. En is er een website waar we jou kunnen volgen, waar we foto's van jou kunnen zien, waar we op de hoogte kunnen blijven van alles wat je doet? Op modelsinkt.com. Op de website van Jocelyn Panis, mijn bazin. Wel, ik denk zeker dat ik daar eens op ga kijken. Ik ben nu 19 jaar. Ik wil nog een laatste vraagje stellen. Stel dat men jou binnen 20, 30 jaar zegt van kijk, we willen jou in een boekje, maar je moet botox, je moet plastische chirurgie laten doen. Zou je dat overwegen of zeg je van kijk, ik blijf wie ik ben? Persoonlijk zou ik het niet doen. De andere mensen mogen doen wat ze willen, maar ik vind toch het belangrijkste dat je jezelf bent en dat je normaal uitziet en natuurlijk uitziet. Voilà, en dat is zeker en vast het geval. En nu, je ziet er prachtig uit, Aline. Bedankt. Zeker en vast hier bij ons op Trudeau FM. Ik wens jou enorm veel succes op 6 maart in de Versus. En ik zou zeggen, als je wint of je hoort bij de top 3, kom zeker en vast terug hier naar de studio. Dat is goed. Dat is een afspraak die ik maak met jou. Dankjewel voor dit interview. Aline Michiels. Dit is Trudeau FM. Trudeau FM.